Olly, wat vind je? Wat vind je ervan, Olivia? Hey guys, goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en we zijn nog steeds op de boot. En het is echt super lekker weer. Hey guys. En we gaan lekker ontbijten. Hoi Sam. Ja. Oh, die kleine is lief. Ja, die wordt helemaal kapot gemaakt. Ja. Olly, wat vind je? Wat vind je ervan, Olivia? We zijn aangelegd bij Sloten. In Sloten. In Sloten. En we hebben net geluncht. Bibi! Ja. Olly roept heel de dag Bibi vanaf het moment dat ze wakker wordt. En het is lekker weer. We kwamen net allemaal leuke vlogkijkers tegen weer die op zeilkamp waren. Echt superleuk. Hi, San. Bibi. Ja? Kapitein. Olly begint elke dag meer praatjes te krijgen. Ga je echt praten? Sorry. Nee. En ik laat deze week eigenlijk elke dag niet echt zien wat ik aan heb, omdat... ik ben niet heel boeiend aankleed, maar dit is wel een leuk jumpsuitje van Sabo. Ik zal hem hier onder linken. Zo irritant, hè? Ja. Wat doen ze hier allemaal aan? Gek jij. Ik ben niet gek. We zijn in Sloten aanlopen. Een prachtig dorpje. Ik hoop niet dat het een stad is, want dan zeggen mensen er wat. En ik weet dat Sneek een stad is trouwens, jongens. Ik weet dat Sneek een stad is. Super schattig. Kijk. Leuk. Leuk. Stom. Leuk. Stom. Leuk. Stom. Wij zijn weer terug op de boot. En Bibi en ik gaan nu Uno spelen. Again. Again. Kennen jullie dat spel? Ik vind het echt super leuk. Wat is het dit? Maar dit is de oude versie, dat is ook een nieuwe. Wat is er een nieuwere versie dan? Ja, ik weet niet, maar het is ook een nieuwe versie. Oké. Okay. Oh my god. Nou, dat is ons teken van boeheid. Van boeheid. We zitten in een chippy of zo, maar dat hebben we niet meer, hè? Ja, zeker wel. Dus we kunnen ook melk voor olie hebben. Maar er is een soort van probleem met ons. Vertel. Dat wij de hele tijd dezelfde soort kaarten hebben. Ik heb één keer gehad dat ik alleen maar groene had. En zo'n kaart. Dan laat je er 400 pakken. Gaan we even schrijven. Ik vind het zo jammer. Het is alweer onze één laatste dag op de boot. En dan gaan we morgen olie. Dan gaan we naar huis. Nog even werken en dan gaan we naar LA. Maandag. Ik moet alleen nog even een Fit to Fly verklaring halen. Want Olly is ook waterpoppen gehad. Ze heeft nog wat wondjes op haar hoofd. Dus dan moet je een Fit to Fly verklaring hebben. Voor degene die dat vroeg trouwens. Dus dat doe ik vrijdag even. En maar ik heb thuis al gesproken. Die zei dat het geen probleem was. En voor de rest moet ik een super veel kopen voor de vakantie. Spulletjes voor Olly. Ja, rompertjes, pyjama's, gewoon een badpak. Maar Mo heeft ook een badpak, dus gekocht. Alleen ik wil er wel twee. Ja, dat is zo schattig. Olly en badpak. Ja. Ik denk echt dat het zo schattig wordt. Ja, dat denk ik ook. En ik ga Olly even het bed aan de macht. Als ik überhaupt dit... Diep genoeg ben. Uh-oh. Denk je? Uh-oh. Maar dat is de enige reden waarom ik achteruit insteek. Omdat ik bang ben als ik niet. Dat ik het dan. Ja? Heeft Olly geen zin om te slapen? Maar Olly heeft toch bijna niet geslapen vandaag? Kijk, Olly, jij krijgt ook twee kaarten om mee te spelen. Wil je meespelen met Uno? Alles is eruit, hè? Kom maar lekker slapen bij mama. Wil je misschien Boomba kijken? Boomba! Weet je, oh, we hebben trouwens een Boomba.
Oh ja, we hebben een Boema knuffel gevonden. Dat is Olly haar lievelings. Olly, kijk! Ik heb me even omgekleed en ik ben echt lui. Dus ik heb lekker die grote white trui aan. Die is zo chill. Als ik hem nog kan vinden, dan link ik hem hieronder. En die Dolce & Gabbana broek. Die is dus vintage. Dus die kan ik niet vinden. En we gaan nu lekker uit daten. En daar heb ik heel veel zin in. Hoi Sanneke. Waar heb je zin in? Ik zie ervan dat ik je Sanneke noem. Ja, prima. Hallo. Hallo, Bibelonski. Iemand heeft, ik zag net op Instagram dat iemand van ons vier een superleuk schilderijtje heeft gemaakt. Zo schattig. Het heet Ideenstudio. Iemand van ons vier? Ja, ja, van jou, Bibi, mij en Olivia. Oh, sure. Echt super cute. Ik zal het je zo even laten zien. Wat superleuk. Ja. Echt waar? Ja. We zijn nu in Pauzeend. Waldsein. Hou als je... Papa is altijd... Zullen we vanavond weer Yahtzee spelen? Luister maar, ik heb één echt hele bizarre mededeling. Vertel. Jullie willen het natuurlijk bijna niet geloven, maar jullie weten dat ik DJ ben, toch? Weet je waar mijn DJ-carrière begonnen is? In Woudsend. Precies daar. Oh. Echt? Een jeugdhonk in... Toen ik 12 was, ging ik naar de disco van de camping. En dat was in 1965? Jeugdhonk. In Drom. En daar draaiden ze Let's Hear It for the Boys. Ja, dat heb je nu al 3 keer verteld. Ja, oké, maar dat is een heel bijzonder verhaal. Waar gaan we eten? Bij het Ponkje? Ja. Misschien moeten we even een rondje met Ollo. Hier kom ik dus ook al 30 jaar, 35 jaar. Nee, 45. Is het lekker? Nee, toch ontzettend graag. Maar is het lekker? Is het lekker? Het is in ieder geval in een oud kerkje. En het was altijd heel lekker, maar ik ben er heel lang niet geweest. Maar ik denk het wel. Oké, okay. Nou jongens, ik zal niet vergeten. Bibi is op mijn reminder. Ja. Bibi heeft een veel beter geheugen dan ik. En je moet vanavond in Olly's dagboekje schrijven. Ja, dat moet ik echt doen. En let's eat. Ja. Mijn voorgerecht is er. En dat is vooral zalm met tonijn. Dat zijn de zalm. Ja. Lijkt alsof die iets pieperblauw is. Bah. Nou, nee hoor. Dat lijkt me... En dit is mijn hoofdgerecht. Allemaal vegetarische hapjes. Olly is al begonnen. Ik wil net een lepeltje doen. Good morning. Daar was ik weer. Ik was vergeten te vloggen. Ja, het is ook geen ochtend meer. De vlog af te sluiten gisteren. Heel dom. En ik moest niezen. Worden jullie niet helemaal gek van die witte stip? Ik namelijk wel. Het zit in de camera. Voor mensen die zeggen, maak je lens gewoon. Ik zie hem hier gewoon zitten. Dat stomme witte ding. Ja, vlog afsluiten. Doei zeggen. En tot morgen.